Goeiedag, ik sta hier met Angeli Bedi, lid van de Raad van Bestuur van Club Message. Misschien kun je eens vertellen wat deze organisatie precies doet. Ja, helemaal goed. Angeli Bedi inderdaad. Ik ben onderdeel van de Raad van Bestuur van het payments onderdeel van CM.com. En dat houdt in dat het ook een gereguleerde instelling is, net zoals bancaire instellingen. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de compliance binnen het payments domein. Ja. En dat doe ik met heel veel plezier. En naast mijn rol binnen CM ben ik ook bestuurder van de Verenigde Betaalinstellingen Nederland, waarin we de belangen behartigen van de meeste betaalinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. Ja. En welke compliance activiteiten spelen er zoal binnen CM? Het meeste waar denk ik de hele sector zich mee bezighoudt is de invulling, een effectieve invulling van de risk-based approach. Dus heel goed nadenken hoe je nou die open normen kunt gaan inzetten. Ja. Om je risk appetite goed te kunnen bepalen. Kunnen beoordelen, ja, zeker. En op welke wijze kan technologie je daarbij helpen? Ik denk dat het zeker een rol kan spelen, omdat het heel veel manuele, simpele acties kan elimineren. En dat je juist de focus kan leggen op de wat meer lastige gevallen. Hè. Als we bijvoorbeeld kijken naar transactiemonitoring. Het genereren van alerts is één ding. Maar goed, het onderzoek daadwerkelijk kijken van wat is hier aan de hand. Ja, daar wil je eigenlijk je mensen op inzetten. Hè. De relevante alerts die je uit het systeem krijgt. Ja. En wat is je grootste uitdaging op compliance gebied voor de komende maanden? Jaar? Ik denk de druk van de toezichthouder, die wordt niet minder. Dus we zijn als CM een heel innovatief bedrijf. Ook op het payments domein willen snel ontwikkelen. En vaak zie je dat de regelgeving daar echt op achterloopt. Dus dat is wel een klus om dat iedere keer bij te benen. Ja. Oké, dankjewel. Veel succes ermee.